Hoi, en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel leuks maken. Zoals je ziet heb ik een mooie ondergrond voor me staan. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschikvideo's die ik maak. En er komen heel veel leuke dingen aan. Dus vergeet vooral niet op die abonneerknop te drukken. Daarnaast help je mij dan ook groeien. Dus zou ik super tof vinden. Dan de winactie en de winnaar van deze week. Je kan namelijk elke DIY-video kans maken op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Wat moet je daarvoor doen? Laat hieronder een leuke reactie achter. Doe een duimpje omhoog. Wil je twee keer kans maken? Dan kan je deze video ook delen op Facebook of Instagram. Tag mij dan wel eventjes. Dan zie ik dat je hem deelt en doe je twee keer mee. Goed. En de winnaar van deze week komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon ter waarde van 15 euro gewonnen en mag contact met ons opnemen. En dan gaan we nu gauw beginnen. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Daarnaast zijn er ook veel meer losse materialen verkrijgbaar, ook richting de herfst. En het wordt elke keer toegevoegd. Dus daarvoor kan je ook een kijkje nemen. Voor dit pakket geldt op is op. Dus wees er snel bij. De pakket gaat op met razendsnel. Echt heel erg tof. En leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Maar wil je hem niet missen? Bestel hem dan snel. Je kan eventueel een gewenste datum aangeven als je hem later wil ontvangen. Dus dat is ook geen probleem. Maar dan gaan we nu gauw beginnen. Ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. We gaan vandaag dus aan de slag met deze horen des overvloed. Super tof. Ook leuk met de materialen waar we mee gaan werken. Er zit al wat plastic in, dus dat houdt water tegen. Je kan altijd een beetje extra plastic doen als het nodig is. Ik ga hem eerst even vullen met wat steekschuim. Het is een mandje, dus hij kan iets wankel zijn, maar je kan hem onderaan buigen. Wat eventueel ook leuk is om neer te leggen als je dat tof vindt. Kan ook, kan je eventueel het ijzerdraadje eronder weghalen. Dus je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Dat is ook wel echt heel gaaf hoor. Ik zorg dat het steekschuim er even iets bovenuit komt. En wat we dan gaan doen is hem rijk vullen met verschillende materialen. Ik laat hem ook maar naar beneden lopen. Die doe ik door verschillende groen materialen te gebruiken, maar ook andere materialen. Asparagus is hier mooi geschikt voor bijvoorbeeld. Geeft dan gelijk mooi het zweetje naar beneden. Je kan hem ook de andere kant op laten lopen. Ook heel erg leuk. Je hebt nog mooie herfstslingers. Daarmee kan je hem ook mooi naar beneden laten lopen of mee laten lopen met het frame. Die zet ik gewoon even vast met een krammetje. Die vind ik altijd echt heel erg tof. Daarnaast gaan we vandaag dus ook een sterk stuk maken. Iets wat lang houdbaar blijft. En ik laat hem gewoon wat losser eromheen vallen. Want dat vind ik al een heel gaaf effect geven. Nou, je kan eigenlijk kijken hoe je hem zelf eigenlijk wil laten lopen. Ik wil hem wel naar beneden, maar je kan hem ook gewoon rondomheen doen. Wat jij leuk vindt. Dan ook super tof, een Silantia plantje. Hier zit toevallig al een draadje aan. Zit er geen draadje aan, dan kan je er even een draadje aan maken. En die laat ik ook naar beneden lopen, zodat je echt het effect krijgt dat de hoorn vanuit boven gevuld naar beneden loopt. Je kan hem met het ijzerdraadje vastzetten of eventueel met het krammetje. Wat je ook makkelijk vindt. En je ziet al een beetje wat deze materialen doen. Je maakt zo de basis naar beneden. En dan heb ik ook bonsai takjes. Die zijn ook weer los in onze webshop verkrijgbaar. Ik heb ze al eens in wit gehad. Ik heb ze nu in naturel kleur. En die laat ik ook wat naar beneden lopen. Eventueel kan je er ook eentje extra onder en het vastzetten in het mandje. Zodat je niet plastic kapot prikt. Dus dat je even iets naar boven prikt of iets naar beneden. En kijk mooi naar hoe jouw het takje dan loopt, wat dan mooi staat. Goed, dan hebben we de onderkant mooi gevuld. Hij loopt nu al mooi wat naar beneden. Dan gaan we de bovenkant vullen met verschillende bloemetjes. Ik kies hiervoor ook voor sterke bloemen.
In verschillende warme kleurtinten. En ik steek dit mooi royaal op. Ik verdeel het gemengd in het bloemstuk. De materialen die ik nu gebruik zijn lang houdbaar of drogen mooi in. Het stroobloempje vaak een wat minder sterk steeltje of wat wiebelig steeltje. Maar het droogt echt heel mooi in, dus dat is juist heel tof om te verwerken. Maar steek voorzichtig in het stuk. En je mag daarbij ook gerust nog iets aan de zijkant steken, dat hij weer wat naar beneden loopt. Dan heb ik ook leuke kleine kalebasjes. Normaal hou ik hem liever heel. Laatst gaf iemand een tip, je kan ook een beetje kling en dan een prikken eronder in doen. Kan ook. Of een stok, wat je zelf fijn vindt. Bij een stok kan je gewoon onderin prikken. Nou, ze is aardig hard nog, dus dan kan je eventjes met een mesje in een gaatje voorprikken. En ik adviseer eigenlijk altijd om dan twee stokjes te doen, zodat je niet om hun as kan draaien. Dan heb ik ook mooie appeltjes, daar stop ik ook een stokje in. Dan heb ik eventueel ook lampionnetjes. Je kan hem ook op draad zetten. Dat doe ik voor in de vorige video. Maar je kan hem dus ook eventjes op een krammetje zetten. Dat gaat vaak iets sneller. Of iets indrukken kan je even van bovenaan blazen. Zodat hij er mooi op uitkomt. En wat vruchtjes, die kan je ook op een stokje zetten. Je kan een enkel stokje doen. Dan kan hij nog wel om zijn as draaien. Maar je kan ook twee stokjes doen. Dan zit hij er vaak iets steviger in. Zoals je ziet wordt hij dan rijk gevuld met alle mooie materialen. En zoals je kan zien hebben we dan een prachtige hoorn des overvloeds. Super tof, vooral die materialen zo bij elkaar vind ik echt heel erg gaaf. En lang houdbaar, dat vinden we natuurlijk ook super fijn. De temperaturen zijn namelijk nog best wel wat hoger, dus dan wil je er gewoon extra lang van genieten. Hè? Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op, de pakketten gaan razendsnel. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben. Hè? Ik wil jullie bedanken voor alle leuke reacties. Ik probeer altijd overal op te reageren, maar ja, de reacties zijn zoveel. Superleuk, dankjewel daarvoor. En hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren is gratis. En doe mee met u in actie door een leuke reactie hieronder achter te laten en een duimpje omhoog te doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!